Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden rond Nederland, maar boven Nederland zijn toch brede opklaringen zichtbaar en die opklaringen zien we vanochtend dus ook met zonnige perioden, een temperatuur die langzaam wat oploopt tot rond het vriespunt in het noorden en tot plus 3 in het zuiden van het land. Vanmiddag gaat het kwik verder omhoog. Dan wordt het in het zuiden 6 graden. En in het noorden 1 of 2 in de plus. Nog steeds wat zon. Maar van het westen uit begint langzaam maar zeker de bewolking wel dikker te worden. En de wind begint ook wat aan te trekken. In de avond, laat in de avond, de eerste neerslag op de westkust. En het is een klein kansje dat daar wat winterse neerslag bij zit in het binnenland. Die kans wordt in de nacht groter als we naar het oosten gaan kijken. En morgenochtend is ook daar de meeste winterse neerslag wel voorbij. Dan regent het. En dan wordt het 4 tot 7 graden. In de loop van de middag begint het langzaam wat op te klaren, met misschien een klein beetje zon in het westen. Zondag, maandag en dinsdag veel beter weer. Het blijft droog, de zon schijnt geregeld, maar van winter is geen sprake. Overdag is het 5 tot 8 graden en in de nacht liggen de temperaturen over het algemeen net iets boven het vriespunt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl